Elke burger in ons land heeft recht op goede huisvesting en infrastructuur. Om dit te kunnen realiseren, trekt het ministerie van Openbare Werken buitenlandse investeerders aan. Op donderdag 4 augustus heeft het departement een Memorandum of Understanding getekend met de Alwala Industrial Company als investeerder van het Real Estate Development Project Suriname. Bij dit moment stond de start van de ontwikkeling van huisvesting in Suriname centraal. Nou, laat me zo zeggen, in het kader van woningbouw, verkavelingen, dat is een van de taken van het ministerie van Openbare Werken. Ben ik vanaf mijn aantreden heb ik dat opgepakt, omdat woningnood is gewoon een groot probleem in Suriname. En de regering heeft ook een clusterteam van ministers ingesteld en wij als OW trekken dat. Bestaat uit GBB, Sociale Zaken, ROM en OW. Dus elk moment wat ik kan doen om woningnood op te lossen, ga ik aangrijpen. Zo hebben we een aantal verkavelingsprojecten, dat is ons beleid, dus we moeten dat stimuleren. Maar we hebben ook investeerders die willen investeren. Bij de meesten is het geen probleem, die hebben dus geen eisen als zodanig, maar we hebben hier een bijzondere, waarbij de eisen van de Saoedi-Arabisch bedrijf is geweest dat men zekerheid wil hebben over de randvoorwaarden van het land en van het ministerie. En de eisen zijn dat de financiering alleen plaatsvindt onder islamitische regels. En niet te streng, maar ik heb ook persoonlijk contact gehad met de organisatie in Arabië. En een van de zaken is, er mag geen rente worden geheven op de lening. Er moet sprake zijn van goed bestuur. Er mag geen sprake zijn van fraude. En dat soort dingen, corruptie. Men kijkt naar al deze aspecten. En om de instantie de gelegenheid te geven, ik ga niet zeggen dat het morgen begint. Dit is een van de voorwaarden geweest waarbij ze het ministerie verantwoordelijk gaan stellen om controle op de middelen te voeren. En daarvoor hebben we die MOU getekend, zodat de organisatie lokaal door kan gaan met hun doelstelling, want hun doelstelling is ook huizen bouwen. Ze vragen dan een strenge toezicht vanuit het ministerie van OW. En ik heb de instantie ook geadviseerd om met de lokale banken aan de slag te gaan. Nou, hun doelstelling was om in de orde van duizenden woningen te bouwen. Maar ze hebben als target meegegeven om alvast te starten met 4000 woningen. Die andere projecten zijn lopende overheidsprojecten. In Coroni, in Richelieu, Kamerwijnen en in Rieberg. Dat zijn de lopende waarvan waar we investeerders, ook zoals deze investeerders, gaan vragen om met de mensen die hun bereidsverklaring hebben te kijken hoe ze de huizen kunnen bouwen. Natuurlijk mag men ook naar lokale banken. We launchen binnenkort één voor iedereen. Dat is voor ongeveer, nou, laat maar zeggen, is goed voor 300 tot misschien 1500 woningen, vooral als je in de lucht gaat, dat is een van de eisen. Een kleine stad moet daar verrijzen, dus we kijken uit naar die investeerders. Dan kun je daar een groot deel van de mensen die een woning zoeken onmiddellijk accommoderen. Maar natuurlijk moet ik ook iets zeggen, op het moment dat we in de lucht gaan, moet de appartementenwet ook behandeld worden. Dus de appartementenwet is eigenlijk alleen de DNA onder de operatietafel in het burgerlijk wetboek. Maar wij gaan toch apart die wet weer indienen bij het parlement, want die moet wel goedgekeurd worden zo snel als mogelijk.